We beginnen met FC Den Bosch tegen Cambuur. Den Bosch speelt om de vijfde plaats, daar staat nu Excelsior, omdat die plek ervoor zorgt dat je de eerste ronde van de play-offs kunt overslaan. De bezoekers speelden de laatste drie wedstrijden gelijk, waardoor het kampioenschap buiten bereik lijkt. De ploegenmensel heeft ook nog geen periodetitel, de concurrentie komt dichterbij en dus moeten beide ploegen eigenlijk winnen. Maar Den Bosch heeft problemen. Assistenttrainer Jan van Ginsven lichtte dat toe in de businessclub en Sjoerd de Vos was erbij. Een smakelijk eten en een prettige voortzetting van deze maaltijd. En heel veel kijkplezier bij deze wedstrijd. FC Den Bosch, Cambuur, Leeuwarden. Dank je wel. Dag trainer van Ginsven. Jullie hadden 6 geblesseerden en daar kwam vandaag nog iemand bij? Abid El Idrissi, onze spits, die samen met De Jonghi de laatste week al in de spits speelt. Die komt melden op het kantoor dat hij niet kan spelen. Hij is te grieperig, last van zijn keel en hoofdpijn en is niet fit. Dat is pech in zo'n belangrijke periode als je nog moet bewerkstelligen dat je aan de nacompetitie kan deelnemen. Wie speelt voor hem? Voor hem speelt een A-junior van ons, Tom van Weert. Het moet niet gekker worden. Nee, het moet zeker niet gekker worden. Ja, goed. Gekscherend hebben we al gezegd van laten we op internet eens zetten van jongens, wie is er nog capabel om bij FC Den Bosch mee te doen? Want het is dit seizoen wel te gek. Ja. We weten wel een paar, want op de bank zitten toch 3 mensen met 1000 wedstrijden in hun benen voor FC Den Bosch. Hebben jullie nog een licentie? Nee, wij hebben geen licentie meer. Nou, vorig jaar is het met mij nog wel. Ik heb nog wel een wedstrijd op de bank gezeten, maar dit jaar is het. We worden te oud. Dus we moeten de jeugd ook de kans geven. Maar dat is ook de kracht altijd van FC Den Bosch. Dat was vroeger al. Op het moment dat het nood daar is, dan staan de jonge gasten op. Nou, vroeger was het Theo Lucius, Anthony Luurling en Ruud van Nistelrooy. Nou, iets later staat John Barry McQuire. En zo komen er elke keer weer talenten van ons bovendrijven. Nou, sterkte vanavond en beterschap. Dank u wel. Het eerder duel tussen beide ploegen aan het begin van het seizoen eindigde in 3-0 voor Den Bosch. Voor bijna 10.000 toeschouwers in Leeuwarden scoorden Van der Biessen, Jordens en Van Moorsel. En Cambuur verloor de koppositie door die nederlaag. Dan de opstelling van vanavond. Bij Den Bosch keert Doeman Saari terug in de basis. De jonge Marokkaan was vorige week nog weg met de nationale ploeg. Ook heeft trainer Fred van der Hoorn een basisplaats ingeruimd voor Tom van Weert. De jonge spits vervangt de grieperige Abid El Idrissi. Cambuur-trainer Stanley Menzel heeft zijn basisopstelling niet gewijzigd ten opzichte van vorige week. Dat betekent dus gewoon weer een basisplaats voor Koen Brak en Ruud ter Heijden. Het tweetal werd tegen Excelsior met rood van het veld gestuurd, maar uiteindelijk seponeerde de KVB deze week beide kaarten. Het commentaar bij deze wedstrijd krijgt u van Sjoerd de Vos. Dennis van der Ree, Van der Heijden maakt een sprintje en staat nu aan het einde van dit driehoekje. En krijgt een beuk van Ebbingen te verwerken. Die tot rust wordt gemaand door Bossen. Sander Fischer en Michael Jansen zijn mee naar voren bij deze trap van Guit. En het is daar inderdaad Jansen die kopt de oud-Vitessenaar. Er zit voor 1000 wedstrijden Den Bosch ervaring op de bank. Van Ginsven rechts is interim hoofdtrainer, Scholte ernaast en de grote baas van deze club. Fred van der Hoorn. Seedorf. En buitenspel gegeven, maar Bossen laat doorspelen. Dat is merkwaardig. Assistent gaat nu misschien vertellen aan Bossen dat het buitenspel was. Maar Bossen negeerde het signaal en legt niet uit aan zijn assistent waarom. Peter van den Berg speelt bijna elke week tegen de club waar hij vroeger speelde. Zo ook Cambuur, daar zat hij 2 jaar, ergens midden in zijn carrière. Dat is ook al heel lang geleden. Hetzelfde geldt voor hem. En hij gaat er bijna in. Barakat. Ook oud Cambuur. En een ultieme reactie van Peter van der Vlag. Die bal pas laat zag aankomen. Seedorf kopt. En die moet hij makkelijk hebben. Dat is zo. Van der Ree. Sander van der Heijden. Speelde nog samen met Peter van den Berg bij Cambuur. Samuel Schijman verlengt onbedoeld en Matusiwa mag hem maken. En dat doet hij niet. Jongen, 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 het was een zonnige dag. Maar je had er niet zo lang in moeten blijven zitten. Hier moet je sneller reageren, die bal moet hangen. Barakat. Ebbingen.
Cambuur denkt dekstraf en dan gaat het helemaal fout. Maci pikt op en kan scoren en doet dat niet. Ja, dat is zomeravondvoetbal. Terwijl de lente nog maar net begonnen is bij FC Den Bosch. Ter Heijden. Hij legt klaar voor Van der Heijden. Die geeft die bal goed mee aan de Visser. En dankzij die verdediger Schijman ontsnapt daar Den Bosch aan een achterstand. De Visser, de man van de actie net, neemt de hoekschop zelf. En het is het doelpunt. Ter Heijden heeft hij toch zijn zin. Het was een rotavond voor Ruud Ter Heijden tot dusver. Niks lukte. En hier kan hij die bal heel eenvoudig met zijn hoofd inknikken. Ja, hé, hey, ik kan wel roepen. Die bal blijft binnen. Matusiwa goed weggedraaid. Matusiwa gaat liggen, dan is het de penalty. Dat doet hij niet. En hij scoort bijna alsnog. Jongen, je moet eerder gaan liggen. Vlak voor rust is het Dennis van der Ree die ver mag ingooien. Maar de bal bereikt Ebbingen en niet Sander van der Heijden. Maar wel een geweldig schot en een prachtig doelpunt, zegt Nassir Marci. Jawel, zijn gevreesde linker uit Huizen. Wat een poeier. En 0-2. Extra tijd in de eerste helft. Of de assistent even opzij wil, want hij kan die corner niet nemen. De vierde voor Den Bosch en wordt het wat? Jawel, nee, toch niet. Peter van den Berg was daar dicht bij de 2-1. Dit is Van Weert, Tom van Weert zet voor, achterin Ebbingen en over. Van Grinsven, Scholten, Van der Hoorn op de bank. En daar staat een andere oude legende van FC Den Bosch, Wim van der Horst. Ik kent hem nog 3 keer tegen Ajax hier, 3-0 in 83. Maar hij werkt hier halve dagen, dus na rust staat hij op de tribune. Keeper van de vlag. Zijn trap verlengd door Ter Heijden. Maci heeft er alleen gemaakt en dit is bijna zijn tweede. Dennis van der Ree. Sander van der Heijden. En daar gaat Maci weer. Doet hij het zelf? Ja. Maar ja, dat is achteraf gesproken. Had hij dus beter niet kunnen doen. Ter Heijden stond er ook aardig voor. Abdel Nasser El Kayati. El Makrini. En een hoekschop. Barakat neemt deze hoekschop. Daar zit die keeper mis. En moet hij erin. En hij gaat erin. En de man die het doet is Matusiwa. Van der Vlag is geen Oscar Zijlstra. De legendarische slachter uit Leeuwarden. Die was echt slachter. Met die hele grote handen. Die had zo'n bal met één hand gepakt. En Van der Vlag niet. 2-1. Met nog 10 minuten te gaan. Tijd en wijlen een hele lome, matte partij. Maar soms ook heel erg flitsend. En Den Bosch heeft nu nog dringend behoefte aan zo'n flits. Hij speelt een beetje zijn eigen wedstrijdje. Kijken of het nu wat oplevert. Die invaller, nee. Hij tikt naast. En dan willen we weten wie het is. Abdel Nasser El Kayati. Feest is het bij Cambuur. Dat keurig in het spoor blijft. Van de weg die leidt tot de na-competitie. Ze winnen met 1-2 in de Vliert van Den Bosch. Heb je ooit zo'n eenvoudig doelpunt gemaakt? Ja, ik kwam wel schrikbarend vrij, hè? Dus, maar ja, ik kop hem wel goed binnen, denk ik. Ja, we verdedigen in de zone bij een corner. En dat betekent dat iedereen zijn vaste zone heeft. En de bal werd achterin hoog ingebracht. En ja, dan wordt het duel daar eigenlijk verloren en dan koppen ze mij vrij makkelijk binnen. Dus wat dat betreft denk ik dat ze het daar niet goed deden. Ik hoor dat zij in de zone verdedigen bij corners. Ja, dat klopte dan. Dat heb je graag, hè? Ja, dat heb ik graag, ja, want er klopte weinig van. Ik was 2 keer naar de eerste gegaan bij de eerdere 2 corners en toen dacht ik van nou, ik loop een keer achterom. En ik kwam helemaal vrij. Heb je ooit een mooiere gemaakt? Nee, in mijn prelijke carrière nog niet, nee. Hoe ging die? De bal werd weggekopt
Ik deed alsof ik hem in één keer nam en legde hem voor mijn linker uit de lucht. En een dropkick met links. Rijdt mooi weg van de keeper in de kruising, denk ik. Nashimachi, wat een beauty.